contactbutton. Voorlopig goed. Ja? Nou jongens, dit was de ommekeer op het Binnenhof. Ja, dan moet je naar de andere kant, dan heb je het echt helemaal recht. Als je hem even zo draaien. Nou, het is even wennen. Ik doe namelijk nooit met drie op de camera's. Dus, even... ja, misschien moet je zelf toen niet op de camera willen. Dat kan ook. Nee, het is een zoiets. Hoefjes, dit zijn selfies. Dan hoor je jezelf bij staan. Maar dan gaan we toch niet over Helene van Rooijen hebben nu, of wel? Wie is dat? We gaan gewoon lekker doen. Jij bent aan de baas. Maar luister, ik wil een paar vragen. Oké, Beer Change, waarom ben je ermee begonnen? Waarom zijn we ermee begonnen? Ja, dat is toch omdat we niet konden bereiken met het activisme van Occupy hier wat we wilden. En de tent werd ons opgenomen en dat was eigenlijk ons enige middel. Daarna hebben we het middel van de camera gegrepen. Dus zijn we eigenlijk van het activisme naar onafhankelijke media overgestapt. Oké, maar ben je net zo hoog opgeleid als Maria? Een beetje. Een beetje, wat is jouw opleiding? Een HBO-opleiding. Oké, en jij bent psycholoog? Ja. Ja. En, maar jij hebt dan goed werk en jij hebt een bedrijf ook in, hè? Ja. Oké, en toch volhard hiervoor. Waarom, maar dat activisme, Occupy kom je uit. Wat is er mis? Waarom ben je hiermee bezig? Nou, ik denk dat wij hiermee bezig zijn omdat wij het gevoel hebben dat we heel erg veel mist op dit moment wat mainstream media naar voren brengt. We vinden het een heel eenzijdig geluid. We vinden ook dat we, als er burgers aan het woord zijn, dat het af en toe marginaal is. En daar kunnen we Jerry Agema als heel goed voorbeeld van nemen, hoe hij ook zo nu en dan behandeld is in het nieuws. Dat zelfs de mensen van allerlei, ja, hoe zeg je dat, networks ons gingen mailen van hoe kunnen wij deze man te pakken krijgen. Terwijl dat kinderlijk simpel was. Met andere woorden, de luiheid van de hedendaagse journalistiek, ook de wijze waarop zij gesubsidieerd worden, ofwel door publieke gelden, ofwel door advertentiegelden, waardoor je min of meer gewoon multinationals aan de touwtjes hebt trekken. Ja, al die bepalende factoren vind ik gewoon dat de rol die de journalistiek daarin zou moeten hebben, of heeft eigenlijk, klassiek, namelijk dat die de soort pels in de luizen moet zijn, of in ieder geval een controlerende rol, en die komt dus enorm onder druk te staan. Nou, als wij er een heel klein beetje, in alle bescheidenheid, een heel klein beetje van kunnen pakken, van die rol, en de volksvertegenwoordigers aanspreken op hun verantwoordelijkheid, maar ook op hun functie, dat zijn mensen, namelijk de mensen die hen kiezen, aan boord staan, dan vind ik eigenlijk dat de reden waarom wij, of ik in ieder geval, alternatieve media zijn gaan maken. En wij hebben dat laten zien, denk ik. En we vinden het altijd een genot als volksvertegenwoordigers of mensen die bepaalde posities hebben bij multinationals, als die ons rustig te woord staan en de ervaring leert, en daaruit blijkt alles, dat dat dus heel lastig is. Dat die mensen eigenlijk het liefst niet spreken of dat ze het liefst naar een persvoorlichter gaan. Of dat nou over Bilderberg vragen gaat, over vragen over, goh, hoe zit dat nou met beleid? Eigenlijk zien we altijd dat er in de basis niet de behoefte is om met de burgers of de kiezers in overleg te gaan. Nou, zolang wij de rekening betalen van dat soort mensen, vind ik het logisch dat ze, ja, dat gewoon dus ook doen. Ja. Dat is de basis. Zeg je goed? Ja. Ja, ik wil even, al jullie interviews zijn best pittig, hè? Je bent echt goed in de moeilijke vragen stellen, een beetje door te duwen. Ja, vind jij ze echt moeilijk? Nou, nee, ze zijn eigenlijk heel redelijk voor de hand liggend. Ja. Alleen niemand stelt ze meer. Maar ook, ook wel soms persoonlijk, hè? Zoals jij met het interview met de minister over de uitkering, hoe mensen in de uitkering worden behandeld. Ja, dan ben je gewoon, dan loop je gewoon niet weg, je laat je niet afschepen. Nee, inderdaad. Maar dan heb je het over Lodewijk Asscher, hè? Ja. Ja. Ja, aan de ene kant denk ik van, we stellen die vragen die we willen stellen. En persoonlijk, want dat woord hoor ik je gebruiken, persoonlijk ging het eigenlijk vooral over mijn ervaring. Ja. Wat ik eigenlijk in een bredere context zag, zeg van, nou, ik kan niet de enige zijn die dit meemaakt. Dus ja, heel veel mensen maken dit mee, in die bijstand. Maar toen we dus naar Lodewijk Asscher toe gingen, hij was wel bereid om eventjes kort een interview te doen. Hij schrok wel eventjes, maar daarna hebben we ook weer vriendelijk gedag gezegd. Hoor. Dus, ja, het was eventjes misschien een beetje pittig. Maar daarna was het ook goed. Wij hadden ons materiaal binnen. Ja. Maar jullie zijn nu als een activistenorganisatie neergezet, toch? Jullie worden nu... Nou, we hebben dat meegemaakt van deze week, toen ik dit dus aankondigde, de 2 jaar bestaan. Dat wij in het lokale krant hier, de Haveloos,
opeens merkte dat er als pop stond via Chase of nee, op Rotterdam terug op het beursplein. Ja, en zo hebben wij dat nooit aangekondigd. Ja, dus wij hebben zelf gezegd, Weertjes Rotterdam viert zijn 2-jarig bestaan hier. Ja. En dat is natuurlijk een beetje gek dat je dan merkt dat je in die mainstream media, in die haveloos, wordt betiteld als activistisch, als Occupy is er weer. Terwijl ook 2 jaar geleden om deze tijd heel duidelijk hebben laten merken op de website van Occupy Rotterdam dat wij geen onderdeel uitmaken van Occupy Rotterdam. Ja. Ja, dus wij worden daar wel weer in teruggetrokken door de haveloos. We hebben dus ook de haveloos gevraagd. Ja. Komt dit tot stand? Wij hebben geen persbericht of zo uit laten gaan. We hebben nog geen antwoord op. Nou ja, zou het in de weg gaan staan, denk je? Dat je zo wordt betiteld? Dat ze gaan ze in de gaten houden? Is het nou, moet je nou vergunning aanvragen bijvoorbeeld als evenement als dit? Dat je een feestje viert? Ja, de vraag is, was dit vandaag een evenement? Dat is al een vraag nummer 1, want eigenlijk vieren we onze verjaardag. En toen wij gingen nakijken of dat je dan een kennisgeving moet doen, een volksmondvergunning, toen kwamen we op de website erachter dat als jij je verjaardag gaat vieren in het park, dan is er helemaal niks aan de hand, hoef je helemaal geen kennisgeving te doen. Tenzij je grote geluidsapparatuur, er komen honderden mensen, dan moet het wel. Maar dus dachten wij ook, dit wordt niet heel groot, dus wij gaan geen kennisgeving doen. En kijk, dat wij als activistisch worden betiteld, het is dan weer heel erg makkelijk bijvoorbeeld om ons ergens buiten te houden waar wij naar binnen toe willen om de interviews te doen. Ja, ja, ja. Dan wordt er gezegd, dat zijn activisten, die gaan ze dat in de poeptaart gooien, dat moeten we niet hebben, weg met die lijn. Ja. En als je dan zegt, nee, we zijn onafhankelijke media, wat wij dus ook zijn, want activistisch vinden wij onszelf ook niet, ik in ieder geval niet. Als je zegt, wij zijn onafhankelijke media, ja, dan mag je dus je vragen stellen, 9 van de 10. Ja. Nou, onafhankelijke media, jullie hebben dus geen inkomen uit fondsen, advertenties, dat doe je expres niet aan. Waarom ben je geen advertentie? We willen wel advertenties hoor, maar er zijn mensen die heel erg gericht zijn op de inhoud. Dus eerlijk gezegd, we hebben regelmatig vragen gesteld van, joh, willen jullie ons supporten? Ik denk ook dat dat het mooiste model is wat je kan bedenken. Dat mensen zelf zich realiseren van, als wij willen dat er zoiets bestaan als onafhankelijke media, dan kunnen we daaraan bijdragen. Nou, sommigen kunnen daaraan bijdragen door zelf media te maken, zoals jij zelf. En anderen kunnen daar ook wellicht aan bijdragen om te zeggen, nou, ik ben niet in de gelegenheid of ik heb die ambitie niet, maar ik doneer wel elke maand 5 euro. Weet je, als ik weet zeker dat als ik met de mensen die onze films gezien hebben van, joh, ga je de kroeg in, geef jij een rondje voor ons tweetjes, dan zeggen mensen, ja, nou, wij zouden het geweldig vinden als mensen voor 2,50 euro elke week, of voor mijn part elke maand, als we daar zin in hebben, een donatie doen. Daar ligt toch het idee van met elkaar dingen realiseren. En dan kan je denken aan subsidies, of dan kan je denken aan advertenties. Nou, als mensen willen adverteren bij ons, heel erg graag. Op de website kan je in alle informatie inwinnen en we zijn dolblij bij elke donatie die je doet. Als ING bij je wel wil adverteren? Nee, kan niet. Onmogelijk. Okay. Geen multinational. Nee, want de ING zal de ING zal ongetwijfeld niet zeggen, want daar is het ING voor. Goh, leuke mensen van Weird Change, gaan jullie nou eens lekker door met wat je doet? En dat is een moeilijke vraag stellen. En dat is bijvoorbeeld het verslag wat we nu gaan doen voor Geld voor de Toekomst. Die eigenlijk probeert zoveel mogelijk verandering in beeld te brengen als het gaat over het monetair stelsel. En daar zijn banken natuurlijk per definitie niet in geïnteresseerd. Ja, ik vind het helemaal fijn. Luister eens, ik ga het een beetje afsluiten, want ook je hebt mij ook. Ja, maar we gaan het. Half minuut is ook goed. Ik vind het hartstikke fijn wat je doet. Echt super tof. We gaan samenwerken. Ik wil eventjes over de samenwerking hebben, over de alternatieve media. Ik heb je ervoor benaderd, hè, om te kijken of we op de achtergrond iets met elkaar kunnen gaan doen. Dat heb je me voor benaderd. Nou, ik wil graag dan vertellen, en dat is eigenlijk gelijk een open uitnodiging aan iedereen die wil samenwerken in de alternatieve media. Want wat hebben wij de afgelopen 2 jaar gemerkt? Dat wil ik je dan graag ook als antwoord geven. Dat heel erg lastig is. Wij zien het meest, als je Weird Change bekijkt, wat onderdeel is van een internationaal burgersjournalistiek initiatief. In samenwerken je eigen kleur behouden, het voordeel meedoen met bepaalde technische aspecten, misschien zelfs samenwerken op redactioneel niveau, elkaar tippen.
Maar het blijkt, wij hebben dat rondje gedaan, heel lastig te zijn om mensen die eigenlijk meer in een niche zitten, wat de meeste onafhankelijke media zijn, om die te verbinden aan mensen zoals wij, die eigenlijk zo breed mogelijk en zo meer op de passie van wat ons bindt, wat ons raakt, om daarin te opereren. Dus we laten ons graag uitnodigen, heb je gedaan, en ik kom er graag op terug. Maar dan moet ik eerst even de tijd krijgen om me door te spreken met meneer hier. Ja, oké. Okay. Nou, super. Okay. Nou, Marco, Maria, hartstikke bedankt. Dank jou. Fijn dat je er was. Ja. Super. En we zien je snel weer, toch? Ja, ja, ik ben benieuwd wat jij hebt genomen. De 20e. Ja. Okay. Nou, je ziet het wel op web verschijnen. Als het goed. Ja? Ja, super. Okay. Dag, kijk bij skinnetjes. Dag. Jeetje, wat lang weg. Nou. Dit is Weer Exchange Rotterdam. Ze hebben de geluidsopnames gemaakt. Je hoort waarschijnlijk nu iets in het geluid horen dat hij overswitcht. Het was echt fijn om hier te zijn. Je ziet het Nederland in beweging. Alternatieven zijn er. Blijf kijken.